de fietsspecialist. Ontdek het gemak van fietsen op een e-bike. Net dat extra steuntje in de rug. Profiel, de fietsspecialist.nl. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Maak kennis met het culinaire Griekenland in restaurant Athene in Huissen. Een onvergetelijke maaltijd en uitstekende bediening in een gezellige Griekse sfeer. Geniet van de traditionele Griekse keuken tegen scherpe prijzen. Grieks restaurant Athene is dagelijks geopend van 4 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Afhalen na bestelling is mogelijk. Grieks restaurant Athene vindt u in de Vierakkerstraat 38 in Huissen. Telefoon 026 325 0055. Kijk ook op onze website www.athenehuissen.com. Kom ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloopwinkel van Gelderland. Twice is nice te Huissen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleinhuisraad, kleding, LP's, video's, curiositeiten. Gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huissen. Industrieterrein Het Pannenhuis, tussen de Praxis en de Floor Factory Het Steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice in Huissen. Goedemiddag en van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Lingewaard Lokaal Info Live. Ja, ondanks het mooie weer toch een nieuwe live uitzending. We hebben hem wel bewust wat korter gehouden. Ook omdat toch veel gasten die wij gevraagd hadden voor de uitzending vandaag liever of op de fiets of lekker in de tuin zitten. Nou, wat hebben we er zoal vandaag in zitten? Er is een nieuwe wandschildering aangebracht op de wand naast de HEMA in Huissen. Er is een nieuwe editie geweest van de Burgerrun in Doornenburg. De nieuwe kunstroute is in aantocht. En Huissen 700, 2 weken voor de start. We gingen eens kijken of alle voorbereidingen lopen zoals ze lopen moesten. Maar ooit had Marjolein Bos er een hele mooie skyline opgezet. De wand naast de HEMA in Huissen. En door de jaren heen werd daarop gespoten met graffiti. Er werden affiches opgeplakt. En de ondernemers van Huissen waren het beu. En zij kwamen met een nieuw initiatief voor die wand. Het centrum van Huissen is weer een stukje aantrekkelijker geworden. De enorme, maar verlopen schutting in de Lange Straat is getransformeerd in een openbaar kunstwerk. Schoolkinderen hebben erop geschilderd.
De houten schutting met forse afmetingen naast de HEMA was al even een doorn in het oog, want bevuild en beplakt met posters zag het er niet meer uit. Leden van de ondernemersvereniging Huissen hebben de schutting afgelopen periode schoongemaakt. Kinderen van groep 7 van Dalton Basisschool Drieluik in Huissen hebben de wand onder begeleiding van Riet en Zita, twee creatieve medewerkers van de school, beschilderd met zwanen, in welke kunstige vorm dan ook. Er is gekozen voor zwanen omdat dit prachtige dier het stadswapen siert. De artistieke opdracht voor de tieners is opgenomen in het schoolproject Cultuur. Met de schildering van de Huissense zwanen wil de ondernemersvereniging Huissen het centrum van het stadje nog aantrekkelijker maken voor de Huissenaar, de consument en de toerist. Ja, eindelijk weer een mooie versiering, als het ware een kunstwerk erbij. Ja, ons volgende onderwerp moet u niet verkeerd begrijpen. Bij ons in het draaiboek staat: schapen helpen de gemeente Lingewaard. Dat kun je tweedelig uitleggen, maar wij houden het bij de juiste. En namelijk het afgrazen van de grasvelden die in de openbare wijken liggen en langs de dijken liggen, wordt steeds vaker gebeurd of gedaan door schapen. Het is beter voor de natuur en het is kostenbesparend. Sinds 2013 gebeurt dat ook in Lingewaard. In 2013 heeft landschapsbeheer De Wassing de opdracht gekregen om tot en met 31 december 2015 een aantal locaties in de gemeente te beheren met een schaapskudde. De schapen begrazen 5 locaties. Het betreft de locaties het Slingerbos in Huissen, de Vliegerweide aan de Ingenieur Molsweg in Huissen, de Wart in Bemmel, het gebied rondom Sportpark Ressen en dit jaar voor het eerst de waddies in de wijk Essenpas. De schapen begrazen de locaties 3 tot 4 keer per jaar in de periode van mei tot en met oktober. De schapen die worden ingezet voor het begrazen komen van een schaapsherder uit de gemeente Lingewaard. Er wordt een kudde ingezet van 250 schapen. De schapen die worden ingezet voor het begrazen komen van een schaapsherder uit de gemeente Lingewaard. Er wordt een kudde ingezet van 250 schapen. Deze schapen worden deels gehoed door de schaapsherder met zijn honden. Daarnaast worden de schapen op grotere terreinen in een afrastering geplaatst. Bij deze afrastering zal een bordje staan ter waarschuwing met een telefoonnummer dat u kunt bellen in geval van onraad. Sinds 2007 zijn de schapen ingeënt tegen blauwtong. Dan nog even dit. Binnen de bebouwde kom van de gemeente Lingewaard geldt een aanlijnplicht voor honden. Op de locatie waar schapen grazen, dient u uw hond of honden ten alle tijde aangelijnd te houden. Ja, schapen die helpen met het begrazen. Goed, volgend weekend, 24 en 25 mei, start weer de kunstroute vanuit kunstplatform Meavota. Marta Vergele vertelde ons de ins en de outs. Marta Vergele, een leven vol met kunst, want dat kunnen we in jouw geval zeggen. Hè? Want ja. Hoe lang ben je al bezig met kunst? Nou, ik ben toch wel zo'n 40 jaar denk ik aan het schilderen. En de laatste jaren maak ik ook beelden en sieraden. Dus dat mag je wel stellen. Ja. Wat doet een vrouw besluiten om in de kunst actief te gaan? Nou, het zat er eigenlijk een beetje in. Want als kind tekende ik al en schilderde ik al. En ja, dat is langzamerhand uitgevloeid naar als je ouder wordt. Als je iets leuk vindt, dan ga je dat toch doen. En dan ga je dat toch, ondanks je werkzaamheden, ga je dat uitbouwen. Ja. Wat vind jij in de kunst? Daar vind ik eigenlijk een heleboel rust in. En dan kan ik mij ontspannen. Maar als nou een kunstwerk niet wil lukken? Dan begin je opnieuw. Soms begin ik wel 5 keer opnieuw. Ja. En soms dan begin ik en dan, ja, dan,
dan zie ik al meteen het lukt. En dan is je eigenlijk vrij snel klaar. Maar soms, dan moet ik hem ook wegzetten en omdraaien en maar weer opnieuw beginnen. Ja. Nou ben jij aangesloten bij kunstkringkunstclub Mea Vota. Wat is dat precies? Wij zijn dus met 7 mensen een platform kunst in Mea Vota, waar ik bestuurslid van ben. Mm. En wij doen dus elk jaar, verzorgen wij een kunst in de etalage, onder andere een kunstroute. Nu dit jaar is die volgend weekend, dus 24 en 25 mei, is Huissen en een stukje Angeren bij. Hij is niet zo heel groot, dus het is voor mensen die dat willen bezoeken, is het goed te behappen. Mm-hmm. Qua fiets, als het weer meezet, hopen we natuurlijk wel. En ja, dat is eigenlijk wat we ieder jaar een beetje proberen te doen. Ja. Wat voor een kunst kunnen de mensen dan zien tijdens deze route? Ze kunnen verschillende kunst zien. Het zijn schilderijen, vooral houten sculpturen, beelden, keramiek of hoe heet dat? Brons, bronswerken. Ja. In Anger is een dame die doet bronsbeelden maken, zeg maar. Ja. Dus het is toch wel wat veelzijdig. Ja. En de mensen kunnen hier uiteraard in Mea Vota wat zien, maar kunstroute dan denk ik een beetje op bezoek bij de kunstenaars thuis? Ja, hij begint dus bij Mea Vota, de kunstroute. Ja. Dit is ook ons startpunt. Hier liggen folders met routebeschrijving en dergelijke. Hier zitten ook een aantal kunstenaars te werken, hier in deze kas. En hier begint hij. Dus hier vanaf hier kunnen mensen in Huissen en naar Angeren. En dan ja, hoopt het heel veel te zien is. Ja, ik heb begrepen dat ook in Angeren de protestante kerk erbij is. Ja. Wat kunnen de mensen daar zien, weet je dat? Ja, er zijn 4 Angerse kunstenaars die daar hun schilderwerken of kunstwerken laten zien. Ja. Ja. Expositie, kunstroute, is de kunst ook te koop? Alles is te koop. Ja, dus dat overal staan kaartjes bij en namen, dus even contact leggen met de kunstenaar en het is te koop. Ja. Hoe laat beginnen we? Het is van 1 tot 5 op zaterdag 24 mei en zondag 25 mei. Ja. Starten vanuit Mea Vota. Ja. Zijn er nog kosten aan verbonden? Er zijn geen kosten aan verbonden. Ja. Als mensen nou wat meer willen weten over jullie kunstroute, is er een website waar ze wat kunnen vinden? Ja, de website is Kunst in Mea Vota. Nou heb ik wel gehoord dat er wat problemen zijn met de website, dus... Ik hoop dat die eind deze week weer in de lucht is. Maar alle kunstenaars afzonderlijk hebben ook een website en een e-mailadres. Dus, en telefoonnummers staan er ook bij. Ja, en kunt u de website niet vinden, kunt u altijd gewoon 24 mei naar Mea Vota toe gaan. En daar ligt alle informatie natuurlijk. Dan even een heel ander bericht. Op vrijdag 30 mei. Start 's morgens om 9:30 op Park Roosendaal in Huissen het 41ste schoolhandbaltoernooi van handbalvereniging Huissen. En dat is voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Dus bij mooi weer, maar zeer zeker bij wat minder mooi weer, bent u van harte welkom om de kinderen aan te moedigen. De finale partijen zullen rond 4:15 gespeeld worden en de prijsuitreiking is om 16:30. Dan, ja, Huissen 700, nog 2 weken te gaan. Het gonst overal van de geruchten. Dat gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. En ja, zo gauw de geruchten komen, dan wordt de redactie nog actiever. Dus wij trokken Jan Wanet van het organiserende comité aan zijn jasje. Huissen 700, nog 2 weken te gaan en dan start het grote feest. Jan Wanet, hoe staan we met de voorbereidingen? Nou, dat loopt allemaal heel goed. Lekker druk, lekker bezig. En vele vrijwilligers hebben zich aangemeld. En we zitten nu in het hartje van waar het straks het feest allemaal zal plaatsvinden. Ja. Over hoeveel locaties wordt het verdeeld? Ze vertellen dat is hier het stadhuis, het Aloysiusplein, de kerk en bij het Hof van Huissen. Ja. Dus dat is een heel rondje. Ja. En die zijn allemaal door middel van thema's aan elkaar verbonden? Ja. Huissen 700, 700 jaar stad. Het stadhuis, dan is in de binnentuin Mea Vota, de druivencultuur. Aloysiusschool staat helemaal voor de kinderen.
De kerk is het religieus erfgoed, maar ook de beklimming van de toren. Dat is dus uniek. Ja. Het Raadhuisplein, daar hebben we een grote legertent in het midden staan. Daar staan de Exodus verzorgt daar een expositie van Huissen en de oorlog. Dan hebben we een heel veel standjes voor een proevenement. Daar kun je allemaal lekker eten, drinken. Verschillende ondernemers die tonen hun vaardigheden. Er zijn workshops voor de kinderen. Een kleedjesmarkt, dus dat is zoals mijn koningin de dag ook is. Daar bij de waterbak. In de protestantenkerk, daar is een stukje rust. Daar staan allemaal foto's en daar staan dan meditatiezinnen bij. Dan kom je even tot rust en dan kun je het Raadhuisplein weer op om te genieten van de muziek. De top 700, de popquiz. Het Hof van Hessen natuurlijk met de tentoonstelling. Dat is het. Ja. Je snijdt het aan, de kerktoren. Ze zijn momenteel bezig met het carillon. Is dat tegen die tijd klaar? Nou, we hopen van wel. Maar daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ja. De planning was dat het na de Pinkster zou gebeuren, maar op een of andere manier is het nu in één keer gedaan. Ja. Maar want het valt ons op, het is knap stil in het centrum van Huissen. Ja, maar dan met de Pinkster niet. Wat ik net ook zei, de popquiz is er. Er is ook een top 700. Ja. Iedereen kan zijn eigen favoriete liedje naar de website sturen. En dan maken we daar een top 700 van. En dat varieert van de Slupkes tot de Beverlanders tot Queen, André Hazes, noem het maar op. Wat voor jou een mooi liedje is. Met een beetje motivatie erbij, dan kun je er een heel mooi iets van maken. Ja. Maar ik ga er dan vanuit dat die top 700 ook gedraaid gaat worden. Die wordt dan ook gedraaid, ja. Dat is op de zaterdagavond. Ja. Dan is het echt een muziekspektakel wat er komt. En overdag, dan heb je niet alleen die standjes, maar bijvoorbeeld Marietta, die doet de waren spelen. Er lopen Huissense typetjes rond. De cafetaria van de Foef wordt nagebouwd. Dan kun je riefkoek krijgen. Noem het maar op. Alles wat maar met Huissen te maken had en zijn historie zal hier tentoongesteld worden. Ja. Zelfs de gilden doen mee met een schandpaal. Dus als je nog mensen hebt die je erin wil zetten, dan meld je maar. Ik denk dat ik nog wel een paar figuren weet. Jan, zo'n feest, historisch feest, zal natuurlijk ook op ludieke wijze geopend worden. Ja, natuurlijk. Er komen zeer veel gasten. Natuurlijk onze eigen burgemeester, de commissaris van de Koning, de burgemeester van Kleef, de landraad. Dan nog verschillende mensen vanuit de historische kring. Jan Zweers en Emiel Smit die dan ook het boek presenteren van Huissen in kaarten. En nog verder uitgenodigde gasten. Ik weet dat het een grote gastenlijst is. Ja. En natuurlijk, op zijn Huissens wordt het geopend met de gilde en de Vendelhulde. Ja. Nou kan ik me van een x-aantal jaren geleden herinneren. Toen hadden we ook een zoveel 100-jarig bestaan. En toen liep bijna iedereen in historische kledij. Tenminste, binnen de horecazaken gebeurde dat. Kunnen we daar dit jaar ook weer wat van verwachten? Nee, dat was toen met de gilde, dacht ik, wat je bedoelt. En daar werd het helemaal in historisch gedaan. Ja. Nu is het echt, het is een stukje historie. Maar we willen ook laten zien dat Huissen leeft. Dus dat is een stukje geschiedenis, een stukje heden en een stukje toekomst. Want Huissen, ja, dat is een wierig stadje en dat blijft altijd wierig. Ja, we praten de hele tijd over Pinksteren. Voor de mensen die niet zoveel met Pinksteren hebben, maar wat voor datums praten we eigenlijk dan? Nou, we hebben gekozen voor de zaterdag voor de Pinkster en de eerste Pinksterdag, 6 en 7 juni. En de tweede Pinksterdag, dan mag iedereen even uitrusten. Oké, en hoe laat beginnen we zaterdags? We beginnen om 12 uur en dan de buitenactiviteiten duren tot 's avonds 11, 12 uur. En dan de tentoonstellingen en zo, die zijn tot 6 uur. Ja. Een groep die meedoet, en dat is eigenlijk toch wel heel apart, dat is een groep vormelingen. Wat gaan die doen? Nou, ze worden met Pinksteren gevormd en zij zullen de kerk versieren. En ze zullen ook nog wel wat activiteiten doen. Maar ze doen er heel geheimzinnig over tegen mij, want het moet een verrassing zijn. Dus die zondag, dan gaan ze iets doen. Ja. Hebben we tijdens dat weekend ook nog een bijzondere eucharistieviering? Een bijzondere eucharistieviering in die zin dat de vormelingen gevormd worden. Ja. En wie komt daarvoor? Daar komt de vicaris voor. En dat is al een, ik mag zeggen, oude bekende voor deze parochie. Ja, voor deze parochie wel, ja. In Utrecht zijn we sowieso al heel bekend. Ja. Want als onze pastoor er niet is, dan komen de hulpbisschop en de kardinaal hier de diensten doen. Ja.
Nou ja, elk feest trekt mensen. Maar waarom moeten de mensen nou specifiek naar dit feest komen? Nou, om de Husense cultuur, mentaliteit, de gastvrijheid, het plezier van het stadje te ervaren. En alles wat het te bieden is. Want het is niet alleen maar proeven, drinken, muziek, maar ook voor de kinderen. Dat is dus de toekomst. Ook wat er gebeurd is op het kerkelijke erfgoed. Wat er gebeurd is hier met de tuinbouw, de druivencultuur, de druivenoptochten die we gehad hebben. Misschien komt dat wel ooit een keer terug. Om het hele mooie stadje aan de Rien, het Zwone stadje, kennis te laten maken. Ja. Als mensen nou nog meer willen lezen, wat is jullie website? Husse700.nl. Daar staat het hele programma van A tot Z, van minuut tot minuut op beschreven. Men kan vlaggen bestellen, men kan flyers, die liggen straks allemaal verspreid door Husse heen. Je kunt de meeste informatie krijgen, ook nog voor de kleedjesmarkt, want er zijn nog steeds, je kunt nog aanmelden voor de kleedjesmarkt. Moet wel opschieten, want het ging wel hard. Okay. Ja, Husse700, het belooft dus een heel spektakel te worden. Een ander spektakel vond zaterdagmorgen, dus gisterenmorgen, plaats in Doornenburg. En dat evenement dat slingert zich door een gedeelte van Lingewaard heen. En ze zijn zelfs nog de brug over geweest naar Nijmegen. En dan heb ik het over de Burgrun. De jaarlijkse motorrit met zijspan, waar in de zijspan elk jaar plaatsnemen mensen met een geestelijke of verstandelijke beperking. Niet alleen het lawaai, maar ook het enthousiasme van iedereen straalde van de tocht af. De Burgrun is het uitstapje voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking en festiviteiten voor iedereen. De Burgrun, al jaren een begrip in de gemeente Lingewaard. De rit met de zijspanmotoren waarbij de gasten plaatsnemen in een bakkie. Motorclub MCKO is blij met dit jaarlijks terugkerend evenement. En zowel kinderen als volwassenen met een lichamelijke of geestelijke beperking hebben de dag van hun leven. Dat was gewoon het hele punt. En dat hadden ze niet gedaan. Maar ja, goed, ik bedoel. En jij zit met zo'n barrel. Ja. En ik had net 100.000 kilometer met een grond gestegen. Twee keer staan stil. Eerst ga ik met een dichtgeslagen choker. En ik ging van alle kanten. Ja, dat ging niet. Dat ging goed. Er wordt op deze dag van alles georganiseerd, maar het hoogtepunt blijft toch wel het ritje in de zijspan. Een belevenis voor velen om nooit meer te vergeten. Alle vrijwilligers helpen graag mee om hen een fantastische en onvergetelijke dag te bezorgen. Elk jaar kan men rekenen op de inzet van zeer veel vrijwilligers. Zonder financiële steun van diverse bedrijven en de inzet van diverse vrijwilligers is Motorclub MCKO niet in staat om de jaarlijkse Burgrun te organiseren.
namens alle deelnemers wil Motorclub MCKO iedereen bedanken voor hun steun en inzet voor de Burgerrun 2014. Ja, een heel leuk evenement. Ik zou zeggen, hou de website van MCKO in de gaten voor volgend jaar. Het zal weer rond deze tijd zijn. En ga eens een keer kijken. Goed, wij raakten op de redactie geïnteresseerd door een klein stukje in de krant. En dat ging over mudboot. Nou, vertaald naar het Nederlands is dat modderlaars. En modderlaarzen die een muziek evenement gingen organiseren. Dus wij dachten meteen, dat wordt heuken, dat wordt bier gooien en dergelijke. Maar niets was minder waar. We spraken met een van de vrijwilligers. Zo onprofessioneel zijn we nog, dat we de microfoon niet uit de standaard krijgen. Gebeurt standaard. Hoe vet is dit? Buy a car, drive really far. Don't stop driving until you are completely lost. Build a shed, invite your friends. Have a great party, then watch it all burn in the end. Won't you watch it all burn now? Have a beer, dress up real nice, head to the city alone and see what you'll find. Won't you see what you'll find now? Shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up, live it up. Pull out a plug, baby, don't stop, no, we're going for the top and not stop. Don't be afraid of other things that are not, no, just live it up, live it up, live it up, come on. Live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Live it up, live it up, won't you just live it up. Wat is mudboot precies? Mudboots, dat zijn de mudboot sessions. Ik heb ze nou niet aan, omdat het zo mooi weer is. Ik heb ze vanmorgen wel aangehad. Dat zijn de modderlaarzen. We zijn een groep vrienden die hier allemaal in de buurt wonen. We struinen regelmatig in de polder hier aan de andere kant van de dijk. En dat doen we liefst op onze mudboots. Nou, we zijn de mudboots vorig jaar begonnen. En we dachten, we moeten een naam hebben. En we hebben een beetje zitten denken. En we dachten, ja, die modderlaars van ons, dat moet er worden. Want die hebben we allemaal. Ja. Dus dat werd de mudboot sessions. Ja. Wat is mudboot sessions precies? Jullie hebben het over muziek, maar het zijn geen concerten, het zijn geen grote evenementen. Het is allemaal heel klein. Waarom dat kleine? Dat kleine, dat zorgt ervoor dat de artiesten gewoon heel mooi contact hebben met het publiek. En daarnaast is het praktisch gezien gemakkelijk om te organiseren. We merken ook dat artiesten het leuker vinden om weer meer voor kleinere zalen te spelen dan in een hele grote zaal waar ze een beetje al in die podium staan. Vaak heb je ook de felle lichten erbij, dus vaak zien ze het publiek niet. Ja. Bij ons heb je het gewoon letterlijk, het publiek zit letterlijk op de artiest. En dat vinden mensen dus heel leuk. Het publiek ook. Het publiek geniet daardoor veel meer omdat de muziek veel intenser binnenkomt dan wanneer je in een grote zaal zit. Ik kan me voorstellen, zes jonge gasten, laat ik maar zo zeggen, die graag muziek horen, die gaan naar concerten toe. Maar jullie gaan het zelf doen. Waarom? We hebben dit gedaan omdat wij dit een beetje missen. We gaan vaak naar Door Roosje en Marlijn in Nijmegen, ook als een Paradiso in Amsterdam. Maar dat zijn toch wel de grotere concerten. Maar we hebben één keer een concert meegemaakt in Nijmegen bij de Red Shoe Sessions. Ook op deze manier, dat was in de bibliotheek, in de Marieburg Bibliotheek. Ja. Ja, en dat was zo'n bijzondere ervaring, dus wij fietsten weer terug en we dachten, ja, dit gaan wij ook doen. En een maand later waren de mudboot sessions een feit en nog een maand later was de eerste concert er al en dat was uitverkocht. En dat, dat smaakte zo enorm naar meer, dus toen hebben we gezegd, nou, dit gaan we mee doen, dit gaan we blijven doen. Ja, meestal zou je denken van oké, in het klein en dan toch wat stevig, maar jullie hebben een heel beperkt repertoire aan keuze, of niet, qua bands? Nee, dat valt wel mee. Er zijn heel veel artiesten die zichzelf melden bij ons, die via via weten dat het erg leuk is om bij ons te spelen. En ik weet
Ik heb nog nooit van iemand gehoord, maar ik denk dat dat komt doordat wij steeds op een andere plek een concertje organiseren. En ook elke 6 weken. En dat is denk ik ook een beetje de reden van ons succes, dat heel veel mensen die altijd komen kijken, dat ook een beetje missen bij andere concerten. Want juist iedere keer een andere plek, het kan een boerenschuur zijn of een tuin. We hebben het ook een keer hier aan de overkant in de garage van Hans Huibers gehad. Dat maakt het toch weer door een bijzondere, ja, tot een bijzondere ervaring. Ja. Nu vandaag het festival Rondje om de Kerk. Wat moet ik me daarmee voorstellen? We zijn hier net gestart met Lavalou en Gerard. Lavalou is vorig jaar bij ons geweest. En die was het een beetje aan het opstoken. Van, nou, dit gaat zo leuk met jullie. Jullie moeten een festival gaan doen. En dan noem je het lekker het Rondje om de Kerk festival. Nou ja, we hebben met Kerst en met de weer eens een keer over gehad. Van, nou, zullen we dit nou doen? Want het is toch wel leuk. En toen hebben we gezegd, we gaan het gewoon doen. En weet je wat we doen? We noemen het Rondje om de Kerk festival. We zijn hier gestart met 150 man. Zometeen, als Lavalou en Gerard klaar zijn, dan wordt de groep in 3 gesplitst. Er blijft 1 groep hier. Jack en de Wendema gaan hier spelen. We gaan naar de overkant van de Dorpsstraat, waar Sommerloes gaat spelen. En in de tuin aan de Waaldijk, daar gaat Mark Lotteman spelen. En die 3 groepen, die wisselen 3 keer. En dat is dus ook echt het Rondje om de Kerk. Daarna komt iedereen weer hier. Kan lekker gegeten worden hier bij de streekbakker uit Haalderen. Ja. Koffie hierbij, erbij van Pincino uit Arnhem. En aan die kant komt Me and Mr. Jensen te spelen. En we sluiten af met een gezamenlijk concert van de Cosmic Carnaval Express uit Rotterdam. En om 11 uur dan is het feest afgelopen. Ja. Nou zag ik op jullie website, want ja, je moet op een of andere manier toch in contact met jullie komen, dat het concert al ruim van tevoren wordt uitverkocht. Is dat altijd zo? Dat is eigenlijk altijd zo, ja. Onze concerten zijn eigenlijk altijd uitverkocht. En of het algemeen 2-3 weken van tevoren. Komt een beetje, denk ik, omdat wij inmiddels een behoorlijke vaste schare fans hebben. Die al reserveren, voordat ze ook maar weten wie er komt. Dus die, ook, die zeggen van, nou, als wij een abonnement zouden kunnen nemen bij jullie, dan zouden we het doen. Want we weten eigenlijk dat de kwaliteit altijd goed is. Dat is altijd zo. En blijkbaar missen mensen dit ook wel. Ja, maar hoe zit het dan met mensen die als nieuweling willen komen kijken? Wij adverteren niet. Het komt ons een beetje aanwaaien. Er komt heel veel via. Het is wel zo dat ieder Mudboot Session zijn er weer nieuwe mensen bij die wij niet kennen. Dus blijkbaar horen mensen het wel via. Wij gooien ook overal wat kaartjes neer en met een link en zo. We doen heel veel via sociale media, via Twitter en Facebook. En we merken wel dat daardoor ook steeds meer nieuwe mensen komen. Ja. Als ik dan zo'n festival zie, de aantal bands die je opnoemt, nou, dan moet ik gauw denken aan de 40, 50 euro voor een kaartje. Nee, dat doen wij niet. Blijkbaar vinden artiesten het ook leuk om bij ze te spelen. Dus met de prijs is vaak ook wat mogelijk. Een ticket bij ons is €18,50 voor 6 bands. Dan heb je wel een dag van 3 tot 11. En ons enige doel is eigenlijk dat artiesten kunnen betaald worden van de opbrengst van de tickets. Ja, en alles wat erbij komt, uit de verkoop van een biertje en een wijntje, ja, dat is mooi meegenomen. Maar daarmee kunnen wij de andere onkosten weer betalen. Wij maken geen winst, en dat hoeven wij ook niet. Dat is gewoon puur op hier voor ons. Ja. Wat is de volgende band? De volgende band, dat wordt 28 juni, daar komen Kees Mayfield en Rogier Pelgrim. Dat is in het kader van de Landschapstriennale die naar Lingenzegen komt. Daar gaan wij 3 Mudboot Sessions voor organiseren. En dat is in Boerderij de Bredelaar. Ja. En hoe kom ik dan naar kaarten? Dat kan via onze website www.mudbootsessions.nl. Ook die Mudboot Session gaat heel hard, want er zijn alweer bijna 40 tickets voor gereserveerd. Shit.
magic's on top of a silver spoon, beheld by eyes of the sailor. Ja, u hoorde het, het publiek was bij tijd en wijle zo enthousiast dat het over ons gesprek heen kwam. Maar in ieder geval toch nog goed te volgen. Ja, ik had het u aan het begin gezegd, we hebben vandaag een korte, vanwege het mooie weer, maar ook vanwege het aanbod van het nieuws. En dat is eigenlijk een verzoek wat wij aan u hebben. We krijgen heel veel berichten van, we hebben een leuk feest gehad en het was gezellig. Maar wij willen u eens vragen, draai het eens om. Stuur ons eens een berichtje dat u een feest heeft of een evenement heeft. Want dan kunnen wij er via of radio of televisie ook aandacht aan besteden. U kunt dan de berichten sturen naar onze redactie. En dat is redactie@lingewaardlokaal.tv. Dan kan het door naar de tekst-tv, dan kan het door naar de radio. En ook bij de televisieredactie kunnen we er dan ons oordelen over geven van kunnen we er iets mee voor de eerstvolgende uitzending. Voor vandaag wil ik u in ieder geval, ondanks het mooie weer, bedanken voor uw tijd dat u gekeken heeft naar Lingewaard Lokaal Info Live. Graag tot de volgende zondag. Ontdek het gemak van fietsen op een e-bike. Net dat extra steuntje in de rug. Profiel, de fietsspecialist.nl. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 7:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Maak kennis met het culinaire Griekenland in restaurant Athene in Huissen. Een onvergetelijke maaltijd en uitstekende bediening in een gezellige Griekse sfeer. Geniet van de traditionele Griekse keuken tegen scherpe prijzen. Grieks restaurant Athene is dagelijks geopend van 4:00 middags tot 10:00 avonds. Afhalen na bestelling is mogelijk. Grieks restaurant Athene vindt u in de Vierakkerstraat 38 in Huissen. Telefoon 026 325 0055. Kijk ook op onze website www.athenehuissen.com.
Kom ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloopwinkel van Gelderland. Twice is nice te Huizen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleinhuisraad, kleding, LP's, video's, curiositeiten. Gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huizen. Industrieterrein Het Pannenhuis, tussen de Praxis en de Floor Factory, het steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice in Huizen.